just read, read, read. Vierdaagse wandelaars komen doorgaans van heinde en verre naar Nijmegen voor dit mooie evenement. Die duizenden mensen moeten natuurlijk ook ergens slapen. Ans Jansen uit Nijmegen is een van de mensen die slaapplaatsen ter beschikking stelt. Al meer dan 10 jaar ontvangt ze jaarlijks een groepje wandelaars, maar nu dus niet. Voor het tweede jaar is het stil aan haar ontbijttafel tijdens de Vierdaagse. Ik krijg ook allemaal reacties van mensen van wat erg dat het niet doorgaat. En we hopen dan volgend jaar maar weer. Hè? Ja. Dat is nu dan al de tweede keer dat het niet doorgaat. Dat is echt heel sneu. Ja. Want het zijn wel echt allemaal fervente wandelaars hoor, die hier komen. Dus die mensen en heb je gaan ook elk jaar. Vaste gasten? Ja, ik heb wel een aantal vaste gasten, ja. Ja. Het breidt zich steeds uit. Het enthousiasme, dat gaat als een olievlek eigenlijk. En dan, het is prachtig. Ja. Het is echt en wat betekent dit voor jou? Want jij, ik zie hier een schema liggen. Ongelooflijk. Kun je daar wat van vertellen? Ja, daar wil ik wel iets van vertellen. Nou, je hebt dus een aantal lopers. Die hebben allemaal een verschillende route. Ze lopen niet allemaal dezelfde afstand, hè? Dus het heeft met leeftijd te maken. Mm-hmm. Met of je vrouw of man bent. Dan moet je bepaalde afstanden lopen en sommigen gaan daar overheen. Ja. Maar de meesten die hebben dan verschillende vertrektijden ook. Want die mensen vertrekken allemaal op verschillende tijden. Ja. En dan zit het hier vol in de keuken? Nou, dan zit het, omdat je verschillende shifts hebt, is het eigenlijk altijd, het is nooit groter dan dit. Ja, ja. Dus soms zit er dan nog een vijfde bij, maar meestal zijn het dan 2 of 3 mensen die tegelijk ontbijten. Ja, ja, ja. En ik heb nog wel afgeruimd en dat je het weer een beetje in orde maakt voor de anderen. Nou ja, sommige dingen zijn gewoon klaar en de broodjes en alles die worden echt aan het begin van de nacht vers gebakken. Dus okay. Het is allemaal mooi. Goed verzorgd. Boom, 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 boom. I want you in my room. Kijk, dit is dus de verdieping waar alle gasten verbleven. Tijdens die Vierdaagse. De badkamer en 3 slaapkamers. Mijn kinderen die zagen er echt tegenop als de Vierdaagse weer begon. Want dat betekende dat ze hun spullen op moesten ruimen. Die hele kamer moest leeg. Alles moest schoongemaakt worden. En zij liepen daar heel veel ook mee hoor. Dus dat was elke keer jaarlijks was dat een grote opknapbeurt van alle kamers. En dan had ik 2 kamers voor 2 personen en 1 voor 1 persoon. En dan was het altijd een beetje bekijken van wat is mogelijk. Hm. Want soms kwamen mensen bijna met het hele gezin. Of ze kwamen als eenlingen. Ja. Maar ja, dan had je 3 eenlingen. Dan moeten er toch 2 eenlingen bij elkaar op een kamer. En die kenden elkaar dan helemaal niet. Mm-hmm. Maar ja, dat was dat is ook wel bijzonder. En dat was geen probleem voor dat jou? Dat was nooit een probleem. Nee. Mooi. Nee. Ga je dan mee verder, denk je? Ja, zeker. Ja? Ja. Je bent nog steeds enthousiast. Ja. Ik ben nog steeds enthousiast. En de mensen houden je ook wel enthousiast. Aha. Omdat ze steeds terugkomen en steeds zo. Ze verwennen mij ook hoor. Ze komen al binnen met leuke dingetjes of attenties. En, mm-hmm. Ja, dit is wel grappig. Dat heeft Bart van me meegenomen. Hij wist dat ik helemaal gek was van dat liedje van Giel Beeler. Yeah. Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach. Ik ga het niet zien hoor. dat bespaar ik jullie. Maar dat is zo'n verschrikkelijk leuk liedje. En hij had die DJ's onderweg aangesproken. En hij wist dat Giel Beeler er was. En toen heeft hij dat t-shirtje voor mij gescoord. Oké. Okay. Ik word echt in de watten gelegd. Aha, het is voor jou ook wel een snoepje. Het is wederzijds, hè? Ja, nee, ja, echt wel. Ja. Leuk om te horen. Ja, zeker. Ja. Hartstikke leuk. En je maakte de ontbijtjes s'nachts klaar. Ja. Soms was het huis natuurlijk zo vol. Waar sliep jij dan? Ik heb wel op verschillende kleine plekken geslapen. Dan waren alle slaapkamers vol. Ik heb wel eens gehad dat we 10 gasten hadden of zo. Dan was het gewoon te druk. En dan ben ik mezelf maar hier gaan installeren. Want er was gewoon geen plek meer in huis. Het was echt gigantisch. Het was helemaal geen probleem. En alles voor de Vierdaags. Alles voor de Vierdaags, ja. Nee, dat is geweldig. Ja. Mee door. Dus deze 2 jaar zit je even uit. Ja. Kun je opladen? Ja, nou ja, dat is eigenlijk niet eens nodig. Krijg je tussen in het jaar ook nog wel reacties van mensen? Ja, meer tussendoor van wat jammer dat het niet doorgaat. Of we gaan duimen dat het toch doorgaat. Ja, of, ja. Ik mis het wel elk jaar. Ja. Ik hoop dat het volgend jaar weer doorgaat.